Wethouder Frank de Vries heeft afgelopen zaterdag politiek rumoer teweeggebracht met uitspraken over de tram. In een interview vertelde de wethouder dat als er nu besluit moet worden genomen over de tram, deze negatief zou uitvallen. De aanleg van de tram is volgens de Vries onverantwoord gezien de financiële situatie van de gemeente. Om die reden wil de wethouder meer geld zien vanuit de provincie. Maar niet iedereen is blij met de manier waarop Frank de Vries zich heeft uitgelaten. Ik vind niet dat je zo over collega-bestuurders moet communiceren in de media. Dat vind ik niet verstandig. Ik vind dat Frank erg kort door de bocht was en dat had wat mij betreft wel een onsje minder gekund. Inhoudelijk, de financiële zorgen die de Vries ziet, die deel ik wel. Ik kan me voorstellen dat je vanuit de stad in een recessie toenadering zoekt tot de provincie om gezamenlijk de problemen op te lossen. Dat zie ik nu niet gebeuren. Ik zie alleen maar dat er nog steeds ruzie gemaakt wordt en dat er kritieken en verwijten zijn. Dat leidt niet tot een betere samenwerking en daarom vinden we dat niet goed. Het CDA en VVD hebben over deze kwestie een spoeddebat aangevraagd. Ook zij zijn het eens met de financiële zorgen van de wethouder. Als CDA hamen we er al een tijdje op van je kan een tram willen, maar je moet zorgen dat die ook betaalbaar is. Nou, we hebben de laatste tijd eigenlijk alleen maar tegenvallers gehad. Dan is het niet logisch om die tram te gaan doen. En dat zegt Frank de Vries eigenlijk nu ook. Zoals het er nu voor staat, moet je het niet doen. Wat betekent dit dan voor het OV-beleid in de stad eigenlijk? Nou, dat betekent op termijn wel een probleem, hè. De tram is bedoeld om over een jaar of 10 te voorkomen dat de stad dichtslipt met bussen. Dat is dan dus een probleem. Dus we moeten ook niet net doen of alles opgelost is door de tram weg te redeneren. Maar financieel is het op korte termijn een oplossing. En die tijd moeten we gebruiken om de stad fundamenteel uit de recessie te krijgen. De verwachting is dat de provincie geen extra geld zal geven voor de tram. De kans dat de provincie nog meer geld in de tram gaat steken, terwijl er al zoveel geld in zit en terwijl er expliciet is afgesproken, ook elkaar en Dekker, 307 miljoen en geen cent meer. Dus dan gaan ze niet nu nog eventjes wat extra geld erbij gooien.